backstage, yeah? Yeah, yeah, yeah. Hallo! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We gaan naar Touch of Gold. Super vet. We mochten een vriendinnetje meenemen. Mijn turnvriendinnetje is geworden JD. En super leuk. We gaan over 10 minuten. En Bart moet een beetje haasten. Moet douchen. Nou, maar goed. Ja, dan gaan we eerst haar ophalen. Dan gaan we naar de de turnshow. Zingadome. Ja, de turnshow. En we moeten ook nog... nee, dat gaan we gewoon. Dat moet niet, maar we gaan nog even turnen. JD en ik, mijn turnvriendinnetje en ik. En dan, aan het einde van de show... hebben we een meet and greet met de Force of Grace. Super vet. Spannend, hè, schat? Ja, Yola heeft er heel erg veel zin in. En mijn vriendinnetje zei ook echt de hele tijd... ik heb er super veel zin in, super veel zin in. Ja, we hebben er altijd super veel zin in. Ja. En we zijn nu... onderweg naar mijn vriendinnetje. We zitten nu in de auto, gaan we, man? Ja. Wat denk je dat dit gebouw is? Zingadome. Ja, maar er staat niet op. Nee, maar dat is het wel, jongens. En hier is Jade. Hallo. Jade. Wat is jouw vriendinnetje? Zit ze midden op de grond? Ja, dat is even wennen, hè? Dus dat is hiervoor.
Dat is wel schattig. Ik vind deze ook wel leuk. Ja, deze maak ik ook wel heel erg gewoon. Ik weet niet veel hartjes. Alles met hartjes. Ik denk iets van een taal of zo. Frans denk ik. Duits, zeker Duits. Nein. Zoiets. Ja, 2019 staat natuurlijk in het teken van kwalificatie afweer voor de Olympische Spelen. Dus dat is wel zeker mijn droom en mijn wens dat dat gaat doen. Ik heb een bloemetje meegenomen, want jij bent Europees kampioen geworden afgelopen jaar. Wat je zegt, de Europese kampioenschappen was wel echt mijn hoogtepunt. Het was echt super gaaf om daar de titel weer te kunnen pakken, dus daar ben ik heel blij mee. Wat fantastisch zeg, maar ik zie twee medailles, dames en heren. Vertel. Ja, inderdaad, de andere gave prestatie was toch wel echt met het team. We zijn op de Europese kampioenschappen derde geworden met het team. Dus ik zou wel heel graag een heel groot applaus daarvoor willen. Laten we een staande ovatie maken, dames en heren. Van de avond. Ze hebben helemaal speciaal een wit shirt aangedaan. De handtekening opzetten. Laat de achterkant eens zien van die shirts. JD en Jola. Het allerleukste. Oké, op naar de baan. Ik agree met de Horse of Grace. Ja, let's go. Back, stage. Backstage. Ja. On the meeting stage. Ja, we zijn nog. Doe maar gewoon cool, oké? Okay? Doe maar cool. Ik denk dat ik het niet moet. Zijn we er klaar voor? Ja! Jullie mogen een beetje hier komen zitten. Een beetje gespreid. Naast elkaar. Dit is gemeen. Yes, allereerst welkom allemaal bij de meet and greet van The Force of Grace. Gezellig dat jullie er allemaal zijn en dat jullie nog even de tijd hebben genomen om deze dames allemaal te komen ontmoeten. Zoals jullie misschien wel weten, hebben zij er inmiddels twee shows op zitten, dus ze zijn wel een beetje moe. Ik ben jullie in de voorbereidingstijd aan het eten. Tisha, volgens mij hou jij van koken, of niet? Ik vind inderdaad koken wel leuk, maar voor mijn wedstrijd ben ik niet te zwaar te eten, omdat anders, als ik dan allemaal over de kop moet en zo, dan is dat niet al heel fijn. Maar ik probeer al 2 uur van tevoren wat te eten en dan bij de wedstrijd zelf eet ik altijd tijdens de wedstrijd een banaan. Ik zag daar volgens mij ook een vraag van net. Ja,
handknoop of heb je... Hoe oud waren jullie toen jullie meerdere keren van turn in de week? Sanne? Nou, ik begon ongeveer toen ik 7 jaar oud was. En toen eigenlijk turn ik denk ik iets van 3 keer in de week of zoiets, 2 keer. En eigenlijk elk jaartje kwam er een training bij. Okay. Zo ouder ik werd toen meer kon trainen. Ja, dat is nu niet meer zo hoor. Worden jullie zenuwachtig de wedstrijd? Ja, altijd. Het gaat ook gewoon niet weg, bij mij in ieder geval. Het blijft gewoon altijd spannend. Voor 1 uur in de week training. Sorry? Inmiddels train ik denk ik nu 1:25. Vroeger trainde ik wel 32, maar nu ik iets ouder ben en eigenlijk de meeste dingen al wel kan, maar vooral het belangrijke is dat ik fit blijf en dat ik het onderhaal, zijn mijn uren iets gedaald. Dus ik denk nu nog 1:25. Welke onderdelen kunnen jullie meestal de meeste variatie doen? Vind ik wel wat voor Sanne. Nou ja, ik doe maar 2 onderdelen. Dus ik doe alleen rug en bal. De wedstrijden, maar ook in training. Maar ja, eigenlijk kun je op alle toestellen wel heel veel variatie doen, behalve op sprong niet zoveel natuurlijk. Ik vind het wel een leuk onderdeel natuurlijk bal, maar ook vloer vind ik wel heel bijzonder omdat je dan ook echt de choreografie en zo heel uitgebreid kan doen en echt je eigen stijl kan laten zien. Tijdens sprong, zijn jullie dan weer bang dat je door je enkel gaat? Nou, ik heb nu wel al 3 operaties aan mijn enkel gehad, dus ik doe ze altijd intapen, zodat ik er niet doorheen kan gaan. Nederlands team is meteen... Ja. Heb je meteen een foto om mee te nemen naar huis? Dat is ook leuk. Serieus, ik heb het gewoon. Wat ik even miste met mijn camera, heel erg jammer. Maar Jola die besloot iets te doen. Ja. Nee, JD is even Sanne Wevers waar ik bij sta. Zo, en toen. En toen. Bam! Dat gaf ze er meer. Hoe voelt dat nou? Zo'n knuffel van een kampioen. Leuk! Misschien heeft ze je wel een beetje extra talent overgebracht. En is die volgende keer dat je gaat turnen extra goed. En bij jou ook, JD. Want jij hebt er. Zij heeft ook jouw. Haar hand zo op jou heel magisch gehouden. En mij ook! Jullie, ze heeft jullie ingestraald met haar magische. Talent, prachtig. JD deed ook een soort van knuffel. Want ze deed zo. Jij bent dan nu even. Ja, zo deze. Nee, dat is niet. Ze deed je hand op schouder. Ja? Nee, zo. Oh ja, ja, goed zo. Goed zo, JD. Goed zo. Here's to the good times we had. Here's to the memories we have. We feel alright, alright, alright. So we go.